In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Robert. Hij is tienervader. Samen of alleen opvoeden? Samen. Houden of abortus? Houden. Pappadag of uitgaan? Pappadag. Seks met of zonder condoom? Zonder. Tienervader of vader op je 30ste? Vader op je 30ste. Wanneer kwam je erachter dat je vader werd? Dat was in 2017. Nou ja, we wisten natuurlijk dat we het gedaan hadden. Maar we hoopten natuurlijk dat het goed gegaan was. Maar op een gegeven moment word je ongesteld, word je misselijk, krijg ze andere klachten. En dan kom je er langzaam achter dat je ineens vader wordt. Maar zei ze dat ook gelijk? Dat ze zei van, oh, we gaan dingen even een beetje anders dan normaal? Ja, heel snel had ze dat wel door. Dat ze zoiets had van, ik voel me in één keer wel anders of niet lekker. En ik zit gewoon anders in mijn lichaam. Ik heb het idee dat er wat gebeurt daarbinnen. En wat ging er toen een beetje voor het eerst door jouw hoofd toen je dacht, oké, zij voelt zich dus een beetje anders? Ja, ik had eigenlijk al heel snel door dat het niet goed zat. Wat was dat voor gevoel? Ja, een beetje onrustig en veel erover nadenken. En ik had eigenlijk al een heel plan in mijn hoofd voordat ik überhaupt wist dat ze zwanger was. Zij voelde zich dus voor het eerst een beetje gek. En toen? Ging ze toen een test halen? Ja, samen hebben we die gehaald. En uiteindelijk heeft ze die zelf gedaan, thuis alleen. Omdat ik aan het werk was en zij was thuis. En dan krijg je dat appje. Ik ben zwanger. En dan stort je wereld wel even in, aan het begin. Ja, maar even ook, zeg maar, je bent zo jong. Dus weet je, als ik nadenk van überhaupt, zeg maar, de dingen die ik dacht toen ik die leeftijd had. Van hoe ga je om met zulk groot nieuws? Ja. Hoe ging jij daarmee om? Niet. Ik stond gewoon aan en ik was met die gevoelens was ik op dat moment helemaal niet echt bezig. Ik was vooral bezig met de oplossing. Maar natuurlijk op de achtergrond ben je ook wel verdrietig en voel je je angstig en dat. Want gebruikten jullie anticonceptie? Ja. Ja? Aan het begin wel. Maar ja, één keer niet. En dan. En toen is het gebeurd? Ja. Die ene keer dat jullie het zonder condoom deden of ja. Wat? Dus het was gewoon die ene keer was het helemaal raak? Ja, één keer vergeet je wat en dan toen was het al raak. Waren jullie het vergeten of had je zin om het zonder te doen? Nee, ik gewoon vergeten. Echt gewoon niet over nagedacht en soms ben je met andere dingen bezig dan met verstandige keuzes. Ja, want ik zou denken zoiets vergeet je niet zomaar. Nee, niet zomaar natuurlijk, maar ja. In het moment zijn we het vergeten. We hadden ook niks bij ons op dat moment en we waren op vakantie in Frankrijk. Ja, dus dan heb je gewoon zin. Je bent jong en je wil wat. En je denkt gewoon, let's go, Dio. Ja. En dachten jullie aan de morning after pill? Nee. Omdat we in Frankrijk zaten. We waren met mijn schoonouders, dus dan ga je niet even tegen schoonouders zeggen, ik ben even bij de apotheek, want ik ga even de morning after pill halen. Nee, dat was ook niet echt te doen, zeg maar. Hebben jullie getwijfeld over een abortus? Nee. Is geen seconde door jullie hoofd gegaan? Nee, bij mij in ieder geval niet. Wow. Hoe kan dat? Want ik denk dat de rest van Nederland nooit zou twijfelen om het te houden, bijna. Dus dat iedereen denkt, we gaan het weghalen. Dat denk ik ook. Maar wat ik in mijn hoofd had, is dat ik bezig was met de oplossing. Hoe ga ik het doen? En niet met de oplossing, hoe ga ik het voorkomen? Want het voorkomen kan al niet meer, want ze is al zwanger. En in mijn hoofd ben je dan al bezig met een baby. Ja. Want in principe is het gewoon een baby wat je in je buik hebt. Dan kan het nog zo klein zijn of zo klein. Maar het blijft wel een baby. Ja, dus het was al te veel een mensje voor je, waardoor jij dacht, we gaan dit echt niet... Het is niet eens een optie. Nee. Waar was dan die keuze op gebaseerd? Bij ons was het gewoon dat wij er wel toekomst in zagen en wel oplossingen zagen. Kijk, je hebt natuurlijk situaties waarin het wel een hele goede oplossing kan zijn. Bij misbruik hebben we het dan over. Of je bent helemaal alleen en je bent echt helemaal radeloos en je weet er echt niet wat je ermee aan moet. Dan ben ik de laatste die zegt het is echt een hele onnozele keuze. Als je gewoon zou moeten nadenken van wat was echt je grootste motivatie om het te houden? De grootste motivatie was de liefde die ik sowieso al had voor Naomi. En uiteindelijk wouden we trouwen en wouden we een gezin. Natuurlijk liefst zodra je 24, 25, het mooiste plaatje, huisje, boompje, beestje.
Maar ons plan werd iets vervroegd. En maar ja, daar hadden we mee te dealen. Maar dat maakte ons niet zoveel uit. Ja. Dus onze grote motivatie was, we wilden al een gezin. Alleen het komt iets vroeger. En had je ook een angst? Echt? Ja, dat we er helemaal mee bezig waren en dat je alles klaar had. En dat dan bijvoorbeeld nog alsnog de zwangerschap verkeerd gaat. Of dat er een keer geruzie komt en dat het dan alsnog mislukt. Nou, nee, dat soort dingen gingen wel heel veel door mijn hoofd heen. Maar dus niet de angst of jullie het wel zouden kunnen? Tuurlijk, je bent er onzeker over, maar het was geen angst. Hoe is de relatie tussen jou en de moeder? Goed, we zijn in september getrouwd. Hey, lekker man. Ja, dus daar zijn we heel blij mee. Zijn jullie bij elkaar gebleven door het kind? Nee. We zijn expres ook later getrouwd. Oké, leg dat even uit. Je hoort heel vaak als mensen gaan trouwen thuis, tenminste als we in dezelfde situatie spreken, dat van ze zijn getrouwd omdat ze een kind kregen. Dat wilden we niet, want we trouwen omdat we van elkaar houden. Maar hoe oud waren jullie dan toen jullie gingen trouwen? Zij was 18 en ik was 19. Oh ja. Wat, als je er nu een beetje zo op terugkijkt, denk je dat dat hebben van een kind gewoon heeft veranderd aan jullie relatie? We zijn ontzettend naar elkaar toegegroeid. Geleerd wat we aan elkaar hadden. Want je doet natuurlijk alles samen met een baby, dus je bent constant om elkaar heen. Maar moet je dan in één klap soort van volwassen worden? Ja. Nou ja, volwassen. Je mag het natuurlijk op je eigen manier doen hoe jij dat wil. Maar je hebt wel in één keer een hele klap verantwoordelijkheden erbij, ja. Hoe reageerde je omgeving? Verschillend. Ouders dan vrijwel positief. Aan het begin natuurlijk geschrokken, boos, verdrietig, andere toekomst voor ogen. Nou, dat zijn hele normale reacties, maar uiteindelijk heel positief en heel veilig. Maar het waren ook zeker wel omgevingen waar mensen heel gek keken en ook inderdaad de vraag stelden. Waarom laat je het niet weghalen? Waarom doe je het op die manier? Maar waren er denk je meer mensen die jou snapten of die je niet snapten? Ik denk meer mensen die het niet begrepen. Vooral op school en bij haar op school. Dat was natuurlijk veel jongeren. Die snapten het allemaal niet en die vonden het allemaal maar raar. Dat is wel een kutgevoel, toch? Ja, je voelt je een beetje een buitenstaander eigenlijk. Een beetje aan de kant gezet. Hoe reageerden vrienden bijvoorbeeld? De meeste wel eigenlijk wel aardig positief. Ja, er waren ook wel mensen die ik daar niet meer gesproken heb. Maar de meeste... Ja? Ja, wel. Het gebeurde wel eens dat je... Mensen je liever niet in de buurt hadden als wel. Zeker Hoezo? Als Naomi erbij was. Ja, die schaamden zich. Ja? Die schaamden zich eigenlijk in de plaats van mijn vrouw. Wat denk jij dat het grootste vooroordeel is wat er hangt aan het zijn van een tienervader? Dat je je leven kwijt bent. Dat het allemaal maar ophoudt. En dat hoor ik heel vaak. Als je een kind krijgt, dan houdt het leven een beetje op. Ja, misschien houd je... leven en brengt een beetje op, maar het is niet. Die gaat eigenlijk gewoon naar je volgende fase van je leven. En was iets vervroegd. Ja, dus ergens hebben ze wel gelijk. Als je het naar het qua tienerleven kijkt, ja. Ja? Ja. Kan dat niet samen gaan? Kan je niet en weet ik veel, af en toe een biertje doen en ondertussen een baby hebben? Ja, tuurlijk. Je kunt af en toe een keer een biertje doen, maar dat elk weekend gaan stappen en het losgaan en het feesten, dat zit er niet meer in. Nee. Maar dan is dus ergens dat vooroordeel wel waar. Aan de ene kant wel. Je kunt een keer in de avond gaan stappen. Maar niet meer elke week. Hoe heb je dit allemaal financieel geregeld? Hard werken. Ik heb vrij snel de keuze gemaakt om een PBL-opleiding te gaan doen. Wat is dat? Dat is werken leren. Dus ik werk en ik leer tegelijk. En zo heb ik mijn studie gedaan terwijl ik geld verdiende. Want... waar was dan jullie zoontje op de momenten dat jij werkte? Aan het begin veel bij ouders. Een vertrouwelijke omgeving. En als mijn vrouw gewoon thuis was, gewoon bij mijn vrouw. Want was zij dan eigenlijk ook heel veel aan het werk? Nee. Zij was vooral veel thuis, bij Bram. En dat kon dus wel gelukkig, want je zou kunnen denken dat jullie alle twee heel hard moeten werken om het allemaal... Ja, dat was het geluk dat we hadden, dat Naomi lekker thuis kon blijven. Als je terug kon gaan in de tijd, zou je er dan voor kiezen om geen vader te zijn geweest op die leeftijd? Zo. Nee, ik denk dat ik dan dezelfde keuze zou maken, want ik ben nu gewoon hartstikke gelukkig. Tuurlijk, het is moeilijk, maar ik ben hartstikke gelukkig met hoe het nu gaat. En we hebben een hele stabiele basis nu. Ja, maar stel dat iemand op jullie leeftijd toen het is gebeurd had gevraagd, willen jullie een kind? Nee.
dan had je gezegd nee. Nee, maar dat wilden we op dat moment ook eigenlijk niet. Ja, maar nu je weet hoe het allemaal is gegaan, zou je het niet anders willen. Precies. Ja, want je gaat eigenlijk van dus zelf een kind zijn naar een kind opvoeden. Ja. Hoe was dat? Dat was heel moeilijk. Je moet in één keer je volledige levensstijl aanpassen. In plaats van tot 12 uur op je nest blijven liggen op zaterdagochtend, moet je er nou om achteruit omdat zo'n lief honger heeft. Ja, dat was pittig. Maar hoe weet je ook, zeg maar, al die dingen? Van, gingen jullie een soort van 500 boeken lezen over hoe je het moet doen? Of kwam je er op een gegeven moment achter dat je eigenlijk wel die dingen toch al in je zitten? Dat je weet hoe je voor iemand moet zorgen? Of? Ja, nou, hoe voor iemand moet zorgen, dat zit ook wel een beetje in je, denk ik. Dat is een proces van dingen die je leert. Maar ook mensen om je heen. Dat kun je altijd natuurlijk vragen stellen. Maar was je daar niet onzeker over? Jawel, natuurlijk was ik onzeker of ik wel een goede vader zou zijn. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Dus die onzekerheid is nu onderhand wel weg. Maar aan het begin had ik die wel heel erg. Van, ben ik wel een goede vader? Heb ik ook meerdere malen gevraagd aan mijn vrouw. Van, doe ik het wel goed? En eigenlijk was altijd het antwoord dat ik het goed deed, gelukkig. Ja. Maar ik had er wel onzekerheden over vroeger, ja. En willen jullie eigenlijk nog een kindje? Nou, nu nog even niet. Maar, maar is dat er nu nog even extra even niet? We willen nu wel bouwen naar een toekomst. En als we dan nu weer nog eentje zouden doen, dan heb je weer hetzelfde verhaal. Dan moet je weer opnieuw opbouwen. En nou ja, dat is gewoon, dat hebben we nu even een ander beeld voor ogen. Maar stel, het gebeurt nu, dan gaan we er gewoon opnieuw voor. Ja, je hebt nu toch één keer eerder bewezen, ja, dat het kan. Daarom. Ja, maar als jullie zouden kunnen kiezen, en op zich kan je dat natuurlijk. Ja. Dan doen jullie het dus nu in ieder geval nooit meer zonder condoom? Nu voorlopig even niet. Dat is dan op zich wel handig. Ja, ja. Twee keer nadenken de volgende keer. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Hey, altijd als jij uit eten gaat, neem je dan een pepermuntje daarna of niet? Meestal wel. Oh ja, vind je dat lekker? Ja, een beetje frisheid in de mond. Dan is gelijk die lekkere smaak van dat eten weg. Ja, of het was niet lekker, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan.